President Chandrika Prasad Santokhi heeft zijn bezoek aan India afgesloten met diverse ontmoetingen die hij op vrijdag samen met de delegatie had in New Delhi. Op de laatste dag van zijn bezoek heeft het staatshoofd een gesprek gehad met het bestuur van Sarvadeshik Arya Pratinidhi Dal, het centraal lichaam van de Arya Samaj wereldwijd. Onderwerp van het gesprek was de belangrijkheid van de aanwezigheid van de Arya Samaj in Suriname. Het staatshoofd heeft ingestemd met het verzoek van de organisatie voor een stuk grond langs de rivier. Het staatshoofd voerde ook een gesprek met het luchtvaart- en defensie-elektronica-bedrijf Bharat Electronics Limited. Er zijn namelijk goede kansen voor Suriname om het gebied van, op het gebied van maritieme defensie, terwijl ook voor de olie- en gasindustrie mogelijkheden worden bekeken voor het ombouwen van Nikeri tot een industriepark. Bharat Electronics staat bekend om haar deskundigheid in de strijd tegen cybercrime, waardoor ook mogelijkheden tot samenwerking op dit gebied zijn besproken. Een ander bilateraal gesprek was met het voedselverwerkings- en verpakkingsbedrijf Bajaj Process Pak Limited, die interesse heeft getoond in Surinaams fruit. Met de export van verse Surinaamse ananas kan een omzet van ruim 5 miljard US dollar worden bereikt. Het bedrijf is bereid Surinaamse boeren te begeleiden in de verwerking van landbouwproducten. Tot slot sprak het staatshoofd ook met de delegaties over de mogelijkheden tot het winnen van olie uit rijstzemelen. Verder nog over het verwerken van afval tot biomassa. President Santokhi is inmiddels al met zijn delegatie vertrokken uit India en zal via Nederland terugreizen naar Suriname.